ons volgend onderwerp en dat is de uitbreiding van de vaarrecreatie. In het Borgerwold wordt druk gewerkt om voor het seizoen de vaarverbindingen klaar te hebben. Maar kijkt u even mee naar de korte reportage die wij hiervan maakten. En hier is men druk bezig met het bouwen van het gebouwtje, het nieuwe informatiecentrum voor de recreatie in het Borgerwold. En dit is aan de achterkant van de kinderboerderij. Nu nog achterkant, want straks moet ook de ingang van de kinderboerderij hier komen. En deze muren worden straks weer bedekt met een dikke laag zwart zand. En deze metselaar doet zijn uiterste best om straks de binnenkant van het informatiecentrum prachtig eruit te laten zien. Het is een precisiewerkie. En de werkzaamheden schieten behoorlijk op. Het weer zit redelijk mee. Dus als u zondagmiddag eventjes door het Borgerwold ziet, zult u zien dat het gebouwtje al bijna klaar is. Maar ja, dat is als wij dus maar één keer in de maand kunnen uitzenden. Wij kunnen u natuurlijk niet van de laatste gebeurtenissen op de hoogte brengen. En hier de ramen en de kozijnen en de deuren zijn allemaal gesteld. En even verderop zijn ze bezig met de laatste hand te leggen voor de brug. Die dient ervoor om de paarden van de manege de mogelijkheid te geven om ook aan de andere kant van het water te grazen. Ik moet trouwens zien of de paarden nog over deze brug durven lopen. Maar u krijgt zo al een klein beetje een idee hoe het straks eruit gaat zien. En het belooft echt mooi te worden. En hier nog eventjes een kijkje van de andere kant, vanaf de kinderboerderij. En dan zult u ook zien dat ze daar al bezig zijn met het leggen van de andere brug over het water. En die ligt er al helemaal. Dus ja, ik kan het maar één ding zeggen. Kom gewoon zondagmiddag eventjes naar het Borgerwold en kijk hoe ver het is opgeschoten. En ik beloof u, het lijkt echt mooi. Maar ook aan de kant van Peerdewaske zijn de werkzaamheden begonnen, want daar komt de doorvaart voor straks, eventueel de rondvaartboot. En de heren lopen nu naar de plek waar straks de aanlegstijger voor de rondvaartboot moet komen. Maar ja, het is een keuze. En hier ziet u de graafmachines aankomen die deze doorgang moeten gaan graven. En hier ziet u de eerste happen grond voor de doorsteek van de rondvaartboot in de vrachtwagen belanden. En het zand wordt naar het nabijgelegen grasveld gebracht en daar creëert men een nieuwe heuvel. Het is natuurlijk de snelste en de goedkoopste manier om van je overtollig zand af te komen. En zo ziet het er straks ongeveer uit. Je kunt vanaf de tuinrecreatievereniging dwars door Borgerwold heen kijken richting Langebos. En dit wordt de enige toegangsweg naar de nog te bouwen nieuwe gebouw van Scouting Veendam, die hier op een van de mooiste zichtlocaties van Borgerwold gebouwd gaat worden, tenminste als het aan de gemeente ligt. Maar dit blijft de enigste toegangsweg. En ja, leuke plaatjes zijn er natuurlijk ook te maken in het Borgerwold. Uitrit zandauto's, speelgoed zandautootjes dan natuurlijk. En ja, hoe reageren de mensen die gebruik maken van Borgerwold hiervan? Nou, de een pinkt een traantje weg. En vraagt zich af waarom de gemeente niet meer doet aan de rijwielpaden. En de andere. Ik ben al
was nog niet aan het filmen. Ja. Ja, maar hier komt een rondvaartboot. Ja. Dat meen u niet. Hoe ja. wordt dat in Veendam? Het is geen Amsterdam, ja. Ja, maar Veendam heeft grootse plannen. Ja? Nou, laat eens maar wat aan het winkelcentrum gaan doen. En aan het Veenlust. Oh, straks staat het op dat ding. Ja, tuurlijk staat het erop. Want ja, wij willen graag laten zien hoe u denkt over de plannen die de gemeente Veendam allemaal bekokstooft. Maar het is niet alleen het Borgerswold. Ook in Langebos is men druk bezig met fase 2. Maar wat houdt fase 2 nou precies in? Nou, daarvoor moeten we even kort terug naar de commissievergadering van 14 september 1998. We beginnen met het gebied rondom de Woordmanslaan. Belangrijk daarvan is dat je vanaf een aantal punten vanaf de Woordmanslaan en ook vanaf de Borgercompagnie dit gebied kan betreden. Wandelaars moeten dan met name aan denken. Er komt een wandelpad langs de hele westelijke oever die hier weer op de Borgercompagnie uitkomt. Entrees sluiten aan op al bestaande voet- en fietspaden die je aan de noordkant van de weg vindt. Hier is ook een toegang gemaakt. En omwille van wandelpaden en bijvoorbeeld een vlonderbrug over het water wordt dit een heel aantrekkelijk gebied om in te vertoeven. Dat wordt eigenlijk versterkt door de inrichting. Het voorstel is om daar heuvels te maken met bossages, een wat afwisselend beeld, groen open. Zicht vanaf de weg ook op het water, maar niet over de hele lengte. Het is ook het aardige als het soms wat weer verstopt zit achter bossages en als het ook een beetje spannend effecten krijgt. Zeker als je hier naar de hoogte toe rijdt naar de brug waar je heel vrij overzicht hebt van de plas. Aandacht ook in dit gebied voor natuur, natuurontwikkeling. Meer in deze hoek, wat lager plasdras noemen wij dat. Een gedeelte waar het water heel laag is, waar je bijvoorbeeld riepbegroeiing en andere oeverbegroeiing krijgt. Meer een natuurzone, zeg maar, waar het pad ook weer met vlonders of andere middelen doorheen zal gaan lopen. Oever, hebben we al gezegd, nou, de steile oever zou je op sommige punten kunnen handhaven waar die in de luwte zit. Maar dus zeg maar die verdere afkalf in ieder geval niet verder zal gaan. Op een aantal punten zal dat kunnen, maar voor de andere oevers is toch gezegd, nou, dat moet een hele vlakke oever zo natuurlijk mogelijk verlopen gaan worden, zodat die verdere afkalf niet daar stopt. Het gaat dus om dit gedeelte van Langebos. Dus eigenlijk de kant van Borgercompagnie wat nu aan de beurt is. En dit is fase 2. En later komt nog de rest van deze kant van Langebos aan bod. Dus voor alle zekerheid nog eventjes. Het gaat dus niet om dit gedeelte van Langebos. Dat komt later, misschien de volgende maand of deze maand nog in de commissievergaderingen. Maar het levert wel een prachtig plaatje op een heerlijke dag in de maand maart. En dat je in Langebos niet alleen rustig kunt wonen, maar ook heerlijk rustig kunt vissen, dat ziet u aan deze beelden. En dit gedeelte, dat wordt dus nu aangepakt. En zal er over enkele jaren geheel anders uitzien. Wilt u precies weten hoe het eruit gaat zien? Nou, neem dan even contact op met de gemeente. De afdeling voorlichting kan u vermoedelijk precies vertellen hoe het eruit komt te zien.